Vandaag heb ik weer een product van Sanfu, wat ik jullie wil laten zien. Dit keer hebben ze me twee van die zonnepanelen, die opvouwbare zonnepanelen, opgestuurd. Kijk, de winter komt eraan. En dan kun je wel nog zoveel accu's plaatsen. Maar die accu's moeten op een gegeven moment wel vol. Dus je moet wel iets hebben om ze op te laden. Dan kun je natuurlijk een aggregaat kopen. Maar je kunt natuurlijk ook zonnepanelen gebruiken, hè? Extra zonnepanelen. Dit is een 100 watt zonnepaneel, opvouwbaar. Gebruiksaanwijzing erbij in 5 talen. En wat mij opvalt is dat erin staat dat hij niet waterdicht is. Maar ik heb op internet gezien dat er staat een code bij en dat betekent dat hij spatwaterdicht is. Ja, en waarom zou ik dat ook niet, hè? Ik bedoel, het is gewoon een zonnepaneel, opvouwbaar zonnepaneel. Kijk, dit moet in principe tegen water kunnen. Het enige wat ik me kan bedenken, dat ze zeggen, we moeten een beetje mee oppassen, dat is dit. Kijk, hier zit namelijk 2 USB-aansluitingen. Een USB-A en een USB type C. Dus kun je regelrecht je telefoon of je laptop of wat kun je opladen. Of je filmcamera. Er zit een snoertje aan van 3 meter lang. En dan zitten er 3 verschillende stekketjes aan. Dat is mooi, hè? En nou, het staat er niet op. Maar nou werd mij gezegd dat dit een 5 mm, een 6 mm en een Anderson stekker is deze. Zie je dat? Dus die kun je gebruiken voor verschillende powerstations. Ik ga hem gebruiken via een laadcontrole die ik er ook bij heb van Sanfu. Dus die ga ik zo even uitpakken. En dan moet ik even kijken hoe ik dat ga doen, hoe ik die aansluit op de laadcontrole. Want zoals ik heb gezien, moet je gewoon snoertjes erop aansluiten. Dus ja, dan zou ik of andere stekketjes, de andere kant van dit, moeten hebben. Van de Anderson stekker. Of ik moet hem er gewoon afknippen en dan gewoon de draden verlengen. Dat kan natuurlijk ook. De afmeting staat in de gebruiksaanwijzing, maar ik doe het even met de rolmaat. Hij is, zoals ik meet, 54 centimeter. Maar als je daarin kijkt, dan is het allemaal 0,8 en 0,9. Ja, dus 54 centimeter in de breedte. En hij is 61 centimeter hoog. En volgens mij is hij, maar dan rekenen ze dit volgens mij. Als de kabel erin zit, dan is hij iets van 4 centimeter dik. 4,5 was volgens mij. Hij weegt 4,2 kilogram. Dus dat is best nog wel een zwaar ding. Maar ja, voor een 100 watt zonnepaneeltje valt mee. Hè? En er zitten 4 punten aan waar je hem vast kunt zetten. Dat zijn deze. Dus dan kun je hem zeg maar met een touwtje of zo kun je hem vastknopen aan een reling of aan je balkon, wat je maar wilt. Hier zit een poortje. Die kun je ook nog verstellen, dat je bepaalde schuinte in kunt stellen. Dan kun je hem namelijk zo neerzetten en dan richting de zon, hè? Hoe schuin je maar wilt. En die zit natuurlijk aan deze kant ook. Ja, kwalitatief ziet er goed uit, laat ik zo zeggen. En als je dit vasthoudt aan één kant, zo, dan valt die niet open. Dus het magneet is ook nog wel redelijk sterk, zie je dat? Ideaal. Kijk, de rits, dat is zo'n waterdichte rits, zie je dat? Sommigen die gaan hem dan testen en dan gaan ze met de slang erop, hè? Maar dat moet je natuurlijk niet doen. Maar ik denk als je hem gewoon als je hem buiten gebruikt en het gaat regenen, dan haal je hem sowieso naar binnen, maar dan brengt hij toch niet meer zoveel stroom op. Dus ik zou hem niet in de regen laten staan. Maar stel er komt een regenbuitje, dan kan hij daar tegen. Maar dan zou ik wel de rits dicht doen.
En dan zou ik hem op deze manier neerzetten. He, zo gaat hij. He, dit is het poortje. Dat je dan de kabels er aan de onderkant uit laat komen en de rits zo dicht doet. Dan kan er geen water bij het laten gebeuren komen. Er zit ook nog een lampje. Daar zo. Die zie je nou niet branden. Dan heb ik hem opengeklapt. En kijk eens. Nou brandt het lampje. Zie je dat? Dat betekent dat er een klein beetje stroom binnenkomt. Nou even de laadcontrole. Dit is zo'n MPPT. Maximale PowerPoint tracking betekent dat. Dus dat is iets beter dan die andere. Waar was die andere ook alweer? PMG, PMW of zo geloof ik. Deze is beter. Mooi dik boekwerk erbij. Ja. In het Engels en in het Duits. En met dit schuim. Hè. Het zit echt goed in elkaar. En dit is een hele grote, zware. Het is een 12 volt en 24 volt. Je kunt hier voor 12 volt maximaal 400 watt aansluiten. Dus vier van die panelen kan ik erop aansluiten. En als je 24 volt doet, kun je 800 watt op aansluiten. Dus kijk hoe groot het ding is. Als je de achterkant bekijkt, dan zie je dus die koelfinnen. Dat is hetzelfde als die van Victron. Dit is ook zwaar. Ja, dit maakt ook een beetje het gewicht natuurlijk van de laadregelaar. Maar hier gaat natuurlijk de warme, of de lucht gaat hier doorheen, die het apparaat koelen. Dit ziet er echt heel professioneel uit. Je hebt meerdere merken van deze laadregelaars. En dan hebben ze een ander kleurtje. En die komt maar eens heel goed uit de bus bij de test die gedaan wordt op, als je dat kijkt op internet. En vooral Will Prouse heet die geloof ik. Die heeft het juist over de aansluiting hier. En als je deze aansluiting ziet hier. Nou, daar kun je gewoon een dikke kabel in doen. Zie je dat? Kun je echt een dikke kabel in doen. En bij sommige laadregelaars kun je niet eens een dikke kabel hierin doen. Nou, daar zijn die ruimte is gewoon heel dun. Of heel klein. En de schroefjes zijn allemaal heel uw. Dus echt, ja, dat breekt zomaar. En bij deze kun je echt een dikke kabel erin doen. En dan kun je goed vastdraaien. En dat is ook natuurlijk hartstikke belangrijk bij zo'n laadregelaar. En aan deze kant. Temp zie je hier staan, dus dit is de temperatuursensor. Zo, ik heb nu alles aangesloten. Nu even de min van het zonnepaneel erop. Als het goed is, moet het zonnetje nog gaan. Ja, zie je, daar gaat het zonnetje, dan komt de stroom binnen. Hij doet het. Zo'n voestikkertjes eronder, kijk nou, is wel mooi. Het is één zo'n voe. Gebeuren hier in de middenkast. Hij moest 15 centimeter verwijderd worden van elk ding rondom. En dat heb ik nou. Nee? Hier is hij zelfs ruim 20 centimeter. En nou, als het echt warm weer is, dat er echt wat gebeurt hier in de middenkast, dan zetten we de ventilator aan. Dus dat koelt natuurlijk extra. Kijk, dan leg ik hem even over zo neer. Dan heb je in ieder geval één kant vol in de zon. Kijk eens, 2,5 ampère. Ja, ruim. 2,74. Hij gaat bijna naar de 3 ampère als je even wacht. En dat van anderhalf kantje. Dat gaat lekker, hè? En als je daarna gaat, dat is gewoon een half paneeltje. Dus zeg maar 50 watt. En die andere die staat gewoon schuin. Er komt wel een beetje licht binnen naartoe, maar de zon schijnt daar niet echt op. Dus het is... dit betekent toch dat het paneel goed werkt. En de laadregelaar ook.
En op deze manier komt er 3,30 ampère binnen. Soms iets minder, soms iets meer natuurlijk, maar ongeveer. Nou hangen ze aan de zijkant van de boot. Alleen nog niet optimaal. Ze zouden eigenlijk een beetje schuiner moeten hangen. Ze hangen er nou nog een beetje rechtop. Dan gaan we eens even kijken hoeveel ampère er nou binnenkomt. Kijk eens, 5 ampère. Ruim 5 ampère. Ruim 5 ampère. Stel je voor, die andere panelen, er kwam zo'n beetje, hè, als het zo'n zonnige dag zoals nu, en ik heb ze echt mooi tegen de zon in staan, komt er 20 ampère binnen. Dus als ik 8 van die paneeltjes zou hebben, dan heb ik gelijk als die 2, hè, maar dat is eigenlijk 120 watt. Dus als ik 8 zou hebben, 8 maal 5 ampère, dat is 40 ampère. Dus die paneeltjes zijn eigenlijk beter, in verhouding dan, zijn ze beter dan de panelen die we hier op het dak hebben liggen. Waarschijnlijk komt dat van wanneer we op deze zijn gebouwd. Ik weet niet of het goed te zien is op deze camera. Maar je ziet een beetje, het is een beetje ruw zeg maar. Hè? Het is niet zo glad als een spiegel. En op een of andere manier komt het licht daaraan beter in. Plus, kijk nog maar eens goed, je ziet geen draadjes. Bij de zonnepaneel wat hier bij ons op dak ligt, zie je allemaal draadjes zo lopen. Hè? Die, ja, wat is het voor materiaal? Nee, die lopen naar. Die zitten bij deze aan de achterkant. Vergeet niet dat als je ook zo'n zonnepaneel wilt aanschaffen of zo'n MPPT laadregelaar, om dan even via de link te kopen en de kortingscode te gebruiken.